We, or our advertising partners, may use anonymous information gathered through cookies and similar technologies, as well as other anonymous and aggregated information that either... Wist u dat u met één klik op het internet 835 privacyvoorwaarden accepteert? Informatie is cruciaal voor het functioneren van de samenleving. Dat stelt de Rijksoverheid voor complexe uitdagingen. Onze fundamenten van de rechtsstaat zijn er in hoge mate van afhankelijk. Een goede informatiehuishouding is een hele belangrijke pijler onder onze democratische rechtsstaat. Zonder goede informatiehuishouding werkt onze democratie niet. We willen namelijk ook later gewoon kunnen terugkijken hoe bepaalde beslissingen tot stand zijn gekomen. En dat ook gewoon goed gemotiveerd en onderbouwd teruggeven aan de maatschappij waar we die beslissingen voor genomen hebben. En we weten wel hoe we met informatie nu om moeten gaan en in het verleden, dus als het gaat om archivering. Maar wat de toekomst van ons vraagt, daar hadden we nog niet zo'n scherp beeld van. Future Lab neemt ons mee naar het jaar 2030. Hoe gaan we in de toekomst om met de hoeveelheid informatie die de overheid momenteel produceert? Er wordt ongelooflijk veel informatie geproduceerd. We communiceren met de Kamer, we schrijven brieven, we informeren mensen die in het land wonen. We gebruiken daar ook steeds meer verschillende kanalen voor, niet alleen maar papier, maar ook video, WhatsApp, nieuwe informatiekanalen. Maar omdat het zo ongelooflijk veel is, zou het goed zijn als we onmiddellijk bij de bron al kunnen aangeven in een systeem of kunnen aanvinken. Dit is wel waard om bewaard te worden tot in lengte van jaren. En dit hoeven we niet te bewaren. Future Lab is een toekomstverkenning aan de hand van de reframing-methode. En wij zeggen dat de reframe is dus letterlijk dat je je eigenlijk uit het nu verplaatst naar de toekomst. En dat je dus vereenzelvigt met de toekomst in de plaats van met het nu. Om te vermijden dat je in de toekomst eigenlijk een verkeerde houding aanneemt ten aanzien van informatie, want dat wil je niet. We hebben 9 typologieën van informatie blootgelegd, waaruit 9 houdingen van de overheid het Rijk noodzakelijk is. En waaruit dus ook duidelijk wordt op welke wijze je invulling moet geven aan je informatiehuishouding. Voor mij was de eye-opener, en het was ook echt een eye-opener, was echt onverwacht. Ik dacht, er komt één visie uit en dat wordt iets normatiefs, van het moet, de informatiehuishouding moet in de toekomst aan allerlei dingen voldoen. En dat doet het rapport eigenlijk niet. Het rapport neemt je mee in bewegingen die niet alleen in de toekomst liggen, maar ook in het heden en ook in het verleden. In verband met de uitbraak van het coronavirus werken veel ambtenaren thuis. En dat brengt natuurlijk risico's met zich mee. We weten niet precies wat de platforms die we gebruiken allemaal opslaan en delen. En ja, er zijn ook gevallen bekend waarin er zelfs wordt ingebroken in een gesprek of in een systeem. Maar daarnaast hebben we ook het risico dat we documenten kwijtraken of niet meer weten waar we het hebben opgeslagen. Terwijl die documenten misschien later wel van belang zijn om verantwoording over af te leggen. Nu en in de toekomst zijn diverse informatiespecialisten dus erg belangrijk voor de Rijksoverheid. In allerlei vormen en met nieuwe expertises. Ik ben heel enthousiast over dit rapport. En dat komt omdat dit niet zomaar een toekomstvisie is. Dit is gewoon praktisch, dus je kunt kijken waar je als organisatie staat. Dus je kunt jezelf plotten, bij wijze van spreken. Waar moet ik stappen zetten in het verleden, in het heden of in de toekomst? En je kunt je als organisatie daar dus op voorbereiden. Het geeft je een perspectief. Ik vind het een beetje ouderwets om te zeggen, ga het allemaal lezen. Maar laten we er de komende periode, op wat voor manier dan ook, met elkaar over in gesprek gaan. En er op alle mogelijke manieren kennis van nemen. Fysiek zal even wat lastiger zijn. Maar laten we proberen digitaal met elkaar in contact te komen over dit ongelooflijk inspirerende rapport. It could be accessible to government authorities according to the laws that govern those jurisdictions.